Ja, nou, ik heb gewoon echt. Ik kom gewoon vooruit, mensen. Echt. Ik ben gewoon moe. Lof, ga terug. Een hele goede middag allemaal. Mijn naam is Karin Stelman van der Werf. Mijn man die heet Roderick Stelman van der Werf. En het is vandaag alweer zondag 28 juni. Het is 14:15. Ja. Dat was een hele lap tekst. Heel snel achter elkaar aan. Ja. Ja, dat ben ik. Hè. Ik praat gewoon veel te snel. En dat ga ik een beetje afleren voor jullie. Ja. Maar gisteren is het gewoon een beetje bij ingeschoten om te vloggen. Dus, dan krijg je dat nu maar even. Dankjewel voor die zand in mijn schoenen. Dus ja, ik loop dus nou lekker buiten. En we wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog. Oké, daar hebben we Beauty. Daar hebben we Lovely. En de beste pit van stal. En dat is Lady. Hè, Luid? Lekker. Ja, en dan ga ik zo mijn mama bellen. Ja, maar die heeft bezoek. Lekker, meiden. Ja, nou, ik heb gewoon echt. Ik kom gewoon vooruit, mensen. Echt. Ik ben gewoon moe. Ja. Hoe kom je vooruit? Ja, jij mag wel zitten, want jij komt toch nog niet in beeld. En met jouw werkpakje aan. Dat gaan we gewoon niet doen. Nee, maar ik ben gewoon moe. Ik ben lui. Ik weet niet wat ik heb. Ik moet nog vlogs editen. Normaal heb ik er gewoon overal zin in. Maar nou gewoon niet. Ik heb echt zoiets van... Ik duik mijn nest in, maar dan krijgen jullie niks. Nee. En dus dat schiet niet op. Nee. Een nestvideo. Nee. Een bedvideo. Nee. Lijkt me niet zo fijn. Heb je verhalen verteld? Hè? Huh? Heb je verhalen verteld? Nee. Lijkt me niet fijn. Nee. Maar ja, daar is ik al. Ik moet gewoon eventjes, hoe heet dat? Energie herpakken. Ik weet niet hoe, maar ik ga het gewoon ergens proberen. Geen idee hoe, maar oké. Okay. Een beetje positieve vibes heb ik wel nodig. Kijk, Roderick heeft heel weinig geslapen. Nee, ik hoef daar geen banaan. Eeuw. Kijk, andere dingen lust ik wel, maar banaan... Ik vind het wel lekker banaan, maar als ik banaan ga eten... dan kan ik bijna een week of zo niet naar de wc. Dat is niet handig, niet. Nee. Maar ik ga proberen een beetje voor me... nou, dit heb ik dus al de hele tijd. Ja, nou, dat schiet niet op. Nee. Hallo, het is mijn bal. Hallo. Hier, balletje. Koekoek, kijk eens hier. Nee. Dit is leuker. Elkaar pesten. Ik ga ook de... Kijk eens, bal. Het is mijn bal. Het is mijn bal. Ja, pak dan. Het is mijn bal. Zitten blijven. Nee. Lady. Lady mooi. Zitten. Yes, lady. Dan jij. En dan jij. Ja. Mazzel. Nou, met de heren gaat het ook goed hoor. Nou ja, meneer en mevrouw. Waarom ben je zo nat hier? Ja. Hey. Hey, meneer.
Nee, toch maar niet? Is een beetje eng, hè, nog, hè, deze kooi. Ja, dacht ik al. Kom! Hey, kom maar! Los! Lady, niet doen! Is niet nodig! Los, los. Wow, wachten. Blijf. Blijf, pak. Blijf. Blijf. Pakken. Pakken, andere kant. Pakken. Goed zo, keurig. Goed zo, kom maar. Koekoek, hier. Nou, en ze zijn dus nu allebei weer lekker aan het zwemmen. Want als ik ze roep, komen ze niet. Lof, oh, wel. Haha, die wou ik net gaan roepen. Kom maar. Waar is je zus? Ja, en je laat de bal daar ergens weer lekker los. Best. Meisje, waar is je bal? Oh, ja, goed zo. Ben je lekker even het water geweest dan? Beetje afkoeling. Waar is je zus? Ga jij hier wel even je zus zoeken dan zo? Doe je toch niet, scheelt weer, dat weet ik. In de bosjes. Heb je hem nog? Waarschijnlijk niet, of waarschijnlijk wel. Ja, je hebt hem nog. Goed zo. Kom maar. Goed zo, meisje. Waar is je bal? Waar is je bal? Lof, ga eens terug. Koekie, moet je zitten. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Jullie kennen het wel. Ja, als je koekie wil, dan moet je zitten. Zitten. Oh, werkt het zo? Ja, dat werkt zo. Zonder lijn. Nou, ik ben een beetje wakkerder. Het is nu inmiddels al bijna 4:15. Nu pas een beetje wat wakkerder, ja. Ik ben zojuist, wat jullie hebben kunnen zien, even met de dames lekker eventjes met balletje wezen gooien. Ze hebben net eventjes lekker een wc-rolletje met, hoe heet dat, vrolijk gehad. Dat vind ik leuk. Laat ik er eens een keertje wel zien hoe ik dat dus doe. Want ze vinden het leuk om een beetje te werken, hè, dat, ja. Het zijn border collies, dus die willen werken. Dus ja, het is gewoon leuk. En, nou ja, ladies weer even opgehaald. En door de buren. En door het moeder met buurmeisje en buurjongen. En ja, die zijn nu even lekker een uurtje aan het lopen. Dus over 3 kwartier krijg ik weer lady gezellig weer terug. Ja, het is een tijdje terug eigenlijk geleden. Ja, dat en dat lady op is gehaald. Maar ze vindt het wel weer gezellig en leuk. Ja. En ze zijn dus nu ook lekker het water in geweest. Oh, zo lekker. En ze gaan dus nu lekker op het balkon liggen. Nou, ik vind het helemaal best. Ik ga nog wat vlogs editen. En dan hoop ik dat ik er een beetje doorheen kom. Ik wil vanavond ook weer een beetje theorie doen. Oud dak.
Dus ja, theorie gaat ook voor, hè? Als je onrijbewijs wil gaan halen. Maar dat doe ik gewoon lekker samen met Roderick. En dan kan ik nu even lekker mij concentreren op het editen. Ja, ik ben lekker bezig aan het bakken. Ja. Zoete aardappelen. Die is bijna klaar. Dat is van Roderick en ook deels van mij. Want dat doe ik lekker om broodjes een keer. En Roderick is ook weer thuis. Ja. Ja, ja, ja. Ja, en Lady ook weer trouwens. Ja, ook leuk. Kijk. Beauty. Ja. En Roderick is al lekker van het eten. Dat mag, Sally. Ja. Maar schat, ik heb een vraag aan jou. Dwing ik jou en tot kusjes? Ja, maar omdat ik dus een vlog online heb en daar is dus een reactie op gekomen dat ik jou dus dwing tot kusjes. In hoeverre kan iemand dwingen tot kusjes? Vraagtekens. Geen idee. Nee, en dit is niet ingefluisterd of wat dan ook. Het is gewoon gelijk een random vraag die ik aan Roderick stel. Dus voordat jullie daar ook weer meekomen van ja, maar dit heb je ingefluisterd, nee. Zo random is je ook weer niet natuurlijk, want het zit je dwars. Iets. Nou, het zit mij niet dwars, alleen ik wil het gewoon van jou horen. Van dwing ik jou en tot kusjes. Nou, dan denk ik het niet. Oké, okay. Mooi. Nee, goed, maar die vraag komt dus via YouTube, dus het is geen random vraag. Nee, maar voor jou wel. Oké, ja, oké, die manier. Voor jou is het een out of the blue vraag. Dus ja, en eerlijker dan dat kun je niet krijgen. Okay. Omdat jij het niet weet, dus ik vraag het. Dus ik kan het niet tegen jou hebben gezegd, want je hebt eerst en gewerkt en geslapen. En nou ben je hier, dus ja. Ja, dat is handig. Dus ja. Oké. Okay. Had je er meer random vragen? Weet ik nog niet. Weet je nog niet, hoor. Nee. Ja, oké. Okay. Nou, Roderick is nu even lekker lopen met de hondjes, mensen. Ja, en het is lekker weer. Ja, kijk, de lucht is mooi. En ik heb een doel om dus rustiger te gaan praten. Ja. Hoorin, hè? Ja. Oké, okay, ja. Dan begrijp ik dat. Want als jij dan een foto wil dan die je ons nog eens doen. Dat is heel. Ja, en wie hebben we daar? Een moppiedoppie. Ja, hij heeft dus nu net de hondjes uitgelaten, omdat ik dus weer al een hele tijd weer wat meer pijn ga krijgen. Dus daar ga ik volgende maand de 16e, na de 16e juli, ga ik daar, als jullie dit zien, dan is het al in juli. Maar het is dus nu nog 28.6. Dus ja, na de 16e dan ga ik daar wat meer even aan doen, want ik heb het ook gewoon nu nog even veel te druk. En dan eens even kijken wat daar weer uitkomt, hè schat? Ja. Want pijn hebben, dat is niks. Nee. Kan ik je vertellen, want het is nou precies ook weer hier. En dan hier precies weer net, weet je? Dus waarschijnlijk is het weer dat er heel veel huid boven zit te drukken. Nee. En dat is niet fijn. Nee. Dus ja. Maar eerst even tot en met de 16e even geduld, even nog even doorknallen. Mm-hmm. Ook voor jou, en dan heb je ook wat meer rust, want anders zit je weer in spanning en alles. En dat ga ik jou ook niet doen. Nee, goed hè? Maar ja, lieve mensen, wij gaan deze vlog wel even gezellig weer eens even samen afsluiten. Helemaal goed. Ja, helemaal goed. Dus ja, ik doe zoveel mogelijk als ik kan de rondjes, want we trekken nog wel veel. Dus ja, dat is gewoon weer eventjes, s'avonds even aan row. Maar dat weet hij als ik pijn heb. Helaas, pindakaas. Pindakaas? Ja, nee, ik hoef het niet. Maar oké, wat ik al zei, we gaan de vlog afsluiten, jongens. Vinden jullie deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, doe vooral hier ergens een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier ergens in de buurt. Het belletje aan. En dan blijf jij zeker op de hoogte met alles wat wij online plaatsen. En laat dan gelijk even een leuke reactie achter. Want wij reageren zeker terug. Dus
Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even. En dan zien we jullie morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Dus dan zeggen we altijd dankjewel. En tot morgen. Doei.